En ik heb hier mijn Kleos openstaan, waar we hier zien dat ik in een dossier zit waar een factuur openstaat. Nu, normaal gezien gaan heel wat mensen hun afschriften ingeven in het bankjournaal. Vanaf het moment dat we de overstap inderdaad gaan maken, gaat die functie veranderen. Men kan niet meer in het bankjournaal zelf gaan boeken. Wat we wel gaan krijgen is, en u ziet hier, ik heb die factuur, ik heb hier bovenaan een knopje staan betalingen. Op het moment dat we dus de parameters aangepast hebben, staat daar betaling. En ik kan hier bijvoorbeeld zeggen van oké, ik ga een nieuwe betaling ingeven voor deze factuur. Dacht dat ik het aangeklikt had. Voilà. Dus dan zien we hier onmiddellijk, omdat ik die factuur geselecteerd had, zien we opnieuw die cliënt. Ik zie het dossier, ik zie de datum van de betaling. Nu, het kan zijn dat die ook gisteren gebetaald is geweest. 28.06.22. Voilà. En stel dat de cliënt hier inderdaad een deelbetaling gedaan heeft van 200 euro. Voilà. Als ik nu gewoon ingeef oké, dan gaan we constateren dat dus op het moment dat dat gebeurd is, dat hier bovenaan de lijn zich gaat aanpassen en dat we dus in een situatie zien dat hier openstaand gaat komen naar 241,65 en dat hier als betaald gaat komen 200 euro. Een beetje een verrassend effect. Maar eens eventjes het dossier vernieuwen. Dan gaan we terug naar de facturatie. Oké. We gaan hier dadelijk het bedrag zien verschijnen bij betaald. En hier staat 200 euro betaald en de openstaande schuld is 241,65. Het is ook op dezelfde manier, via dezelfde knop, dat we dus inderdaad nieuwe diversen, voorschoten, uitgaven en dergelijke kunnen ingeven. En dat we dus ook de verrichtingen op de derde rekeningen zullen kunnen toevoegen. Ja. Ik kan daaraan toevoegen dat als we naar de lijst van de facturatie gaan, hier bovenaan, dat we daar ook gaan zien dat we daar de verschillende facturen hebben. We kunnen de verschillende facturen gaan zien. We kunnen ook de openstaande facturen zien. En ook daar gaan we dus inderdaad dat knopje hebben van de betalingen, waarmee dat we dus inderdaad kunnen gaan kiezen. Als ik hier die kies en ik zou hier zeggen betalingen, dan kan ik hier ook opnieuw de nieuwe linken en betalingen gaan ingeven.
Dat voor wat betreft onze eerste keuze, hè,